Wat gaan jullie doen vanavond? Ik ga wat drinken met Julia, collegaatje. Jij is voor mijn oog? Ziet er niet uit. Nee, ik heb alleen advies voor je. Niet meer knokken. Ik kan zo echt de deur niet uit. Nou, blijf je lekker thuis. Ik kan je wel wat make-up lenen. Zo, een kopje koffie. Heb je wel verdiend. Je ziet er moe uit. Het was ook een vermoeiende dag, maar wel enerverend. Hoe gaat het eigenlijk met Ludo Sanders? Kun je hem een beetje aan? Jij denkt dat die man alleen maar een slechterik is, hè? Volgens mij zijn jij dat. Dan neem ik dat weer terug. Ludo Sanders, dat is ook gewoon een mens. Hij heeft het nodige meegemaakt. Wil je nou ophouden me uit te horen? Ik zal het nooit meer doen. Nee. Hoe kom je aan deze informatie? Oh, dus het is niet waar dat je bij Irene Huygens in therapie bent? Dat is vertrouwelijk en mijn privéleven gaat jou niks aan. Nou, wel als het met mij te maken heeft. Nou, inderdaad. Het heeft met jou te maken. Ik ben namelijk in therapie omdat ik los van jou wil komen. Ik merkte dat ik nog veel te veel met je bezig was, dus heb ik besloten... Ja, het is wel heel toevallig dat je uitgerekend Irene daarvoor uitgekozen hebt, hè? Terwijl je weet dat ze mij ook behandelt. Nou, ze is een van de beste therapeuten in de omgeving, dus zo heel toevallig is het nou. Dacht je dat ik die flauwekul geloofde? Ben ik jouw uitleg verschuldigd? Wat is precies de bedoeling? Wil je Irene manipuleren? Wil je er misschien inlichten over wat ik van plan was met jou en Martijn? Nou, dat lijkt me nou eens een goed idee. Laat ze je meteen opnemen in een gesloten inrichting. Ja, wat het ook is, ik kom erachter. Wat doe jij hier? Waarom hebben jullie ruzie? Ik wist niet dat je thuis was. Eerst ga je het een keer tegen Dex en nu weer tegen mama. Ik dacht dat jij je leven wilde beteren. Nee, hè? Wat? Het is een drukte hier. Ja, het is gezellig, toch? We kunnen ook gewoon ergens anders naartoe. Hé, hey, waar is Ben? Oh, ja. Is dat niet die Ronja? Waarom ga je nu naar haar toe? Praat even met haar. Mam, bemoeit u zich er niet mee. Ik ben klaar met haar. Dat zie ik. Wat wil je drinken? Ik haal het. Hey. Hey. Ik vind het allemaal heel vervelend hoe het gelopen is. Hoezo? Nou ja, jij dacht dat ik je contract wilde beëindigen, terwijl ik het juist wilde verlengen omdat het afgelopen was. Dus wat mij betreft kan je gewoon terugkomen. Wanneer hou je er eindelijk eens mee op om je met mijn leven te bemoeien? Dex is zich ook al rot geschrokken van je. Dat was helemaal niet de bedoeling. Ik ben gewoon bezorgd. Maar hoezo? Ik heb hier geen zin meer in, dus laat mij met rust. Lievertje, vader is hier omdat hij... Het is iets tussen ons. Ik beloof je dat ik me niet meer met je zal bemoeien. Geloof je het zelf? Nou, ik zal het meteen bewijzen. Ik zie dat je een afspraak hebt, want je ziet er fantastisch uit. Maar ik ga je niet vragen met wie, want dat gaat me namelijk niet aan. Nou, zie je dat ik het wel kan? Ga zo door. Hop. Ik ben weg. Oh, schat, veel plezier, hè? Dank je. Ik ben en blijf haar vader. Wat je ook doet om ons uit elkaar te krijgen. Ik wil jullie helemaal niet uit elkaar drijven. Dat doe je zelf. Ze moest dus weten hoe jij in elkaar zit. Zij ziet mij als de boeman. Terwijl jij met iets bezig bent. Doe toch niet zo paranoïde. Ja, ik kom er wel achter. En wat het ook is, het gaat je niet lukken. Heerlijk, hè? Zo'n avondje voor onszelf. Ik doe hem gewoon niet open. Ja, misschien is mevrouw Waalwijk, zit ze weer in psychose. Nou, dan doen we zeker niet open. Nee, blijf niet. Sorry dat ik stoor. Het is nogal dringend. Ik ben weg. Kunnen we wel even naar de praktijk gaan? Ja, graag.